Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Popcorner. Welkom bij aflevering 2 van het programma On Stage. Vandaag bij ons in de uitzending de jonge Bredaanse band The Spark. Zij trappen gelijk af met hun eerste nummer, The Place That I'm In. Om er eigenlijk mee te beginnen, hè? Jullie gemiddelde leeftijd ligt rond de 16 jaar. 15 zelfs. Betekent dat ook dat jullie al de gillende pubers achter jullie aan hebben als popgroep? Het is vooral, denk ik nu, publiek rond de 20 wat het meest gemiddeld. Wat het meeste bij de shows is, denk ik. Maar we zijn nu veel meer bezig met social media, dingen te promoten. En daar komt wel jonger publiek op af. Gillend ook. Ja, valt mee. Het valt nog wel mee. Ja. Gaat nog komen, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En ik zag ook dat jullie mee hebben gedaan met een coachingprogramma bij Popsport. Ja. Ja, dat hebben we afgelopen jaar gedaan. En dat houdt in dat je 4 workshops, volgens mij, waar de 4 kan kiezen op het gebied van muziek. En dan kan je zelf kiezen of dat stage performance is, of meer de zang, of meer de drum, of songwriting. En je mag ook zelf kiezen van wie je dat wil. En je daar heel veel aan gehad, omdat je gewoon met echte muzikanten die het al lang doen, kan praten over hoe zij het hebben aangepakt. Dirty Daddy's zag ik voorbij komen. Bijzonder, denk ik ook, hè? Ja. Ja, dat was. Dat zijn gewoon. Mensen ook. Ze waren gewoon heel vriendelijk. En het was niet alsof zij beroemd waren en wij dan een klein bandje waren. Ze waren gewoon vriendelijk en het was gewoon een gezellige avond ook. Ja, en wat heb je daar nu eigenlijk het meest van geleerd? We hebben heel verschillende vlakken. Want we hebben iets met management gedaan, we hebben met performance gedaan. Maar wat we bij de Dirty Daddy's het meest hebben geleerd is jezelf profileren op het podium. Dus ook met imago. Ja. Hoe je dat gewoon, dat je dat duidelijk moet hebben, wat je wil overbrengen. En dat het ook iets moet zijn wat wel bij je past. Niet dat je het heel geks wil doen omdat dat dan goed zou zijn voor meer publiek of zo. Maar je moet wel iets doen wat bij je past en wat je voor jezelf duidelijk hebt. Ja. Veel aan gehad. Gebruik je ook al nu in de aankomende optredens? Ja, we gebruiken veel dingen. Wat we nu eerst waren, bijvoorbeeld op social media, veel meer gewoon alleen shows, zeg maar, van dan spelen we daar en daar. Nu maken we ook video-updates, kleine video's van als we ergens een show spelen of dat soort dingen. En we laten veel meer zien, ook rondom de band, wat we doen. En jullie maken ook foto's van je eten en zo. dat nog net niet. Nee, maar gewoon de dingen die we ook buiten het optreden doen. Ja. Zodat ze meer het gevoel hebben dat ze ons echt kennen. Echt het bandleven, om het zo te zeggen.
Ja, mooi man. En de debuutalbum. Ja. Ook gelijk uitgebracht. Ja. Ja, dat is alweer een jaar terug. Of bijna precies een jaar terug hebben we een crowdfunding gestart voor kunst.nl. Toen wouden we eigenlijk 1500 euro ophalen. Maar toen is het uiteindelijk 1800 euro geworden. Dus dat is mooi. Mooi bedrag, ja. Toen zijn we in oktober was volgens mij de studio ingegaan, een paar weken. En hebben we ons album opgenomen. En die hebben we in januari hier in de Popcorner released. Met een mooie release party. Ja. Het bekend terrein eigenlijk hier. Ja, ja. Zeker. En wat brengt de toekomst? Want na een debuutalbum komt vaak een tweede album, neem ik aan, als een band het goed doet. We gaan in december weer de studio in en dan is voor een single. Dus, en daar gaan we dan echt heel veel tijd en werk in stoppen. Daar zijn we nu ook al mee bezig, zodat dat echt gewoon een goede single wordt waar we echt heel erg tevreden mee zijn. En, ja, ja, we hebben. We willen sowieso. We zijn heel veel aan het schrijven. We hebben nu alweer genoeg materiaal voor anderhalf nieuwe CD ongeveer. Maar we. Ja, we zijn heel erg ook met echt onze eigen sound, want we hebben nu dan wel het debuutalbum, maar het is toch alweer een jaar verder, dus we hebben toch alweer, onze muziekstijl is toch alweer een beetje anders. Ja, wat is die eigen stijl? Ik denk dat op de cd die we hebben uitgebracht in januari meer poprock was, en nu neigen we meer naar de punkrock, poppunk, dus iets heftiger. Ja. En iets meer, ja, een eigen geluid, iets minder oppervlakkig, denk ik. Ja. Dus we gaan nog veel van jullie horen. Ja, ja, dat is wel de bedoeling. Top. Nou, dan ga ik jullie heel veel succes wensen in de toekomst. En dan komen we elkaar vast nog tegen. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, nou, tot de volgende. Ja. Ja. In Breda gebeurt er natuurlijk nog veel meer op het gebied van muziek. Daarom nemen we jullie nu mee naar de rubriek Muziek in de Stad. Weer begonnen. Het is flink aan het nazomeren. Het weer is heerlijk en natuurlijk is het weer tijd voor het jaarlijkse gratis festival in het Valkenbergpark, Breda Barst. Het is dag 2, dus het feest is al lekker op gang en wij gaan vandaag met Breda Nu kijken wat hier allemaal te beleven is. Dus dat wordt gezellig. Kom mee! Want hoe ben jij zo bij Breda Barst verzeild geraakt? Mijn achterneef moest hier een keer optreden en via leerde ik het gewoon kennen en toen was het van ga eens kijken. Het is gewoon leuk. Ik weet wie wij gaan interviewen. Dat is de vrouw met de hoepels. Dat weet ze echter nog niet. Moet ze eerst de hoepel uit de klauwen laten vallen, want anders wordt het gevaarlijk. Hè? Dat snap je natuurlijk ook wel. Wie ben je? Wat doe je hier? Waarom de hula hoops? Ik ben Ruby Sprenkels. En door de week ben ik toiletjuffrouw. En in het weekend doe ik graag dit. Het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby. En ik heb een papiertje voor gehaald en ik had er nog nooit wat mee gedaan. En toen kreeg ik ineens mailtjes van Breda Barst, omdat iemand mij blijkbaar al had opgegeven van oh ja, Ruby komt hoepelen dat weekend, dus vandaar dat ik hier sta. Je hebt een diploma in hoepelen? Ja, ja. Ik heb een certificaat om les te mogen geven. Nou, geef eens een les. Doe eens wat leuks. Ja, wacht even. En vind je de muziek ook een beetje leuk of kom je vooral om te hoepelen? Ik vind de muziek ook wel leuk. Ja? En wat vind je dan het leukste wat je hier allemaal kan doen of is dat toch het hoepelen? De bekertjes verzamelen en dan de dingen krijgen. Er staan naast mij een aantal hele enthousiaste mensen en een rug. Ik ga... Hoi! De rug heeft een gezicht. Vertel, hoe vinden jullie het vandaag? Ja, fantastisch! Ik heb een neusbeers aan het zetten. Hier? Jazeker. Is dat een echte? Ja. Ja, ik ga me niet uithouden, dat is echt. Goed. Wanneer was het moment dat je dacht, vijf wijntjes. Vijf wijntjes. En hoeveelste wijntje is dit? Ja, ik zeg altijd maar vier. Dat is vier? Dat is ook koffie. Dus vier is eigenlijk al jouw grens? Altijd. Ja, blijkbaar wel. Wanneer weet jij jouw allereerste keer nog Breda Barst, of dat niet meer? Dat weet ik nog. Toen heb ik regenbogen laten sminken. Maar allereerste keer op Breda Barst. Maar dat was voor de vier wijn dan? Ja. Daarna, die wordt morgen wakker, die heeft geen idee. Die denkt, dan kom ik nou ineens aan een piercing in mijn neus. Maar, ja. En laat je dat... Ik vergeet nooit iets. Nee? Maar laat je dat dan toe of denk je dan van, nee, als het niks vindt, haalt ze het er wel weer uit? Oh ja, ze mag alles. Want wat voor mensen komen hier nou allemaal? Hier is gewoon een heel gemengd publiek. Hier komt gewoon Breda op af. Dus Breda Barst, dus iedereen loopt gezellig rond.
Speciaal aan het wachten op een artiest? Ja, we zijn speciaal op iemand aan het wachten. Soedanite. Soedanite. Ja, Soedanite. Want zijn jullie speciaal dan al hiervoor ook naar Breda Bars gekomen of dat niet? Nou, we vinden haar wel heel leuk. Dat wel, ja. Of, ja, we vinden het gewoon heel de sfeer gewoon leuk op Breda Bars. Want hoe bereid je je daar dan op voor? Nou ja, wij gaan sowieso altijd de zondag, want zaterdag moeten we werken. Dus ik had het gewoon het blokkenschema opgezocht en kijken vanaf wanneer de leukste acts zijn. En voor persoonlijk vanaf 5:30 een beetje het leukste. Dus ja, toen zijn we hierheen gekomen en dan is het een beetje rondrennen van podium naar podium, zeg maar. En dan morgen vroeg weer op of ben je morgen lekker vrij? Ja, moet morgen wel redelijk vroeg mijn bed uit, maar even door de zure appel heen bijten. Ja, dat is het waard. Ja, zeker weten. Ja, absoluut. Nog een paar uurtjes en dan is het Breda Bars Festival 2016 officieel ten einde. We kunnen terugkijken op een fantastisch en met name zonnig festival. Dus ik hoop dat jullie er net als ik volgend jaar weer bij ben. Tot ziens! Nou, goed. Bert en Teuling, Bertje, ja. Sol, hoe zou ik je noemen? Ja, noem maar gewoon Bert. Gewoon Bert, Bert is het makkelijkste. Bertje zeggen de meesten, maar Bert vind ik toch net iets minder op mijn leeftijd. Hé hey Bert, we hebben Dr. Pop altijd in de aflevering, maar jij bent een beetje Dr. Pop Corner hier zo, hè? Dat zeggen ze wel, ik doe er inderdaad best wel veel hier zo. Ja. Maar dat is ook wel heel leuk natuurlijk. Hè. Het is vrijwilligerswerk, maar het is gewoon een ontzettend leuke instelling waar je enorm je ei kwijt kan. En, ik heb vroeger altijd in de muziekhandel gezeten en daar heb ik heel veel met muziek gewerkt. En ja, dat is eigenlijk altijd toch wel een beetje in je hoofd blijven hangen. Dan krijg je na verloop van tijd een andere baan, maar dan blijft de muziek toch wel hangen. Ja, dat is er nooit meer uitgegaan. Dat gaat er ook nooit meer uit, ook, denk ik. Nee, want wij nemen nu hier natuurlijk de aflevering op van ons steeds. Ja. Maar als wij weg zijn, dan gebeurt er nog voldoende, denk ik, bij de popcorner. Ja, dat gebeurt heel veel, hè. Wat vindt er hier een beetje plaats? Heel erg veel. We zijn eigenlijk een instelling voor jongeren. Wij werken eigenlijk in principe voor jongeren tussen 12 en 24 jaar. En wij proberen deze mensen, oftewel wij helpen die mensen mee, om een volwaardig bestaan in de maatschappij te krijgen. En dat kan iedereen zijn. Dat kan dus een gewone, normale jongen zijn. Dat kan ook eentje zijn met een randje eraan. Dat kan iemand die in de problemen gekomen is. Die proberen wij dus gewoon
belangrijkste met behulp van muziek proberen we die in de dingen in de maatschappij te krijgen. Wij weten gewoon dat muziek een heel belangrijk iets is, een heel goed iets is om ja, je eigen te ontwikkelen. Ja, gewoon een stukje talentontwikkeling. Het is eigenlijk een talentontwikkeling waar we het dus doen, inderdaad. En daarom hebben we hier dan muziekworkshops. Dat staan er gewoon iedere maand. Er staan hier een aantal bandjes. En wij werken met Villa Borrelbond. We werken met SMO. En ja, gewoon diverse mensen werken. Met mensen met autisme hebben we een band. Dus ja, het is een enorm plumage. En het mooie van het hele verhaal is dat als je het alles in zijn geheel bij elkaar bekijkt, loopt dat allemaal volledig door elkaar. Ja. Dus dat maakt niet uit of je nou wel of geen randje hebt. Het is gewoon... Muziek is het toverwoord eigenlijk. Muziek is het toverwoord inderdaad. Ja. Muziek is ook een toverwoord. En het is niet alleen het muziek maken wat we hier doen hoor. Want we gaan veel verder. Want wij doen dus ook muziek organiseren. We hebben beneden dat lokaal 3. En ja, daar organiseren wij festiviteiten. En dat is net zoals nou. Ik bedoel, zitten we vandaag heb je twee jongens gezien. En die, ja, die zitten hier dus ook gewoon als stagejongens. En die helpen mee met het organiseren. En dat kunnen ook festivaletjes zijn, wel grotere festivals. En in die afgelopen jaren, waar ben je nu het meest trots op? Want je zult vast succesverhalen hebben geboekt, neem ik aan. Ja, het meest trots op is eigenlijk gewoon dat wij groter en groter worden. En dat we nou dat lokaal 3 hebben, dat we dus nu met Breda nu in zee gaan. Dat we dus een steeds grotere festivaletje kunnen organiseren. Eigenlijk dat wij steeds groter gaan worden. En dat wij voor een heel groot gedeelte proberen zoveel mogelijk op eigen benen te staan. Dus zonder subsidie van de gemeente proberen zoveel mogelijk op eigen benen te staan. En hangt groter worden ook samen met beter worden? Ja, dat denk ik. Of is het meer gewoon groeien qua omvang? Of denk je ook van nou, we moeten van binnen ook nog, we kunnen nog meer groeien? Ja, we moeten van binnen moeten groeien. Daar zit de basis. Wat wij deden in eerste instantie was het geven van muziekworkshops. En daar bleef het eigenlijk bij. En dan hadden we een PA-verhuur die we er af en toe erbij deden. Maar dat is nu echt gewoon veel groter geworden. We hebben hier stageplaatsen voor mensen. We hebben, zoals ik zeg, gewerkt met Villa Boerenbond, met weet ik wat allemaal voor instanties werken we samen. En als je dan ziet wat je daar af en toe eruit krijgt. We hebben hier ook een band en die komt van het SMO af. Dat is Stichting Maatschappelijke Opvang. Nou, als je ziet dat zijn mensen die zijn door omstandigheden zijn dus gewoon helemaal aan lage wal geraakt. Nou, die hebben hier een optreden hebben ze gedaan. Nou, dat is, ik zou heel even vertellen. Ik heb daar het geluid gedaan, ik stond met tranen in mijn ogen. Ja. Dat was zo mooi. Dan zie je wat die mensen kunnen bereiken. En hoe ontzettend leuk het is om met die mensen om te gaan. En je ziet ze weer stralen en opbloeien eigenlijk. Ja, zeker. Die mensen die krijgen ineens weer een kans en die krijgen een mogelijkheid. En je ziet het gewoon dat gewoon goed werkt. En ja, je merkt ook met die jongeren waar je mee werkt. Ja, je wordt gewoon gewaardeerd. Dat is eigenlijk gewoon het belangrijkste waar ik het meest trots op ben. Voor mezelf. Ja. Gewoon de waardering die je krijgt van de jongeren. Dat ze zeggen, we eigenlijk laten blijken van ik ben ontzettend blij dat je dit allemaal voor ons doet. Kost me heel erg veel tijd. Ja. Ik heb dat in 2 dagen bij de United Tunes heb ik 33 uur gewerkt. Kijk aan. Dus dat is niet niks. En ik ben 66 jaar, dus dan... Dan was ik best wel moe na aflopen. Ja, en, dat geloof ik best. Maar ja, het blijft gewoon heel erg leuk. En echt absoluut. Het belangrijkste is dus gewoon de waardering die je krijgt. Dat is gewoon waar je het helemaal voor doet. Ben jij een rapper of vind je het leuk om te spitten of je rijmkunsten te laten zien? Meld je dan aan voor Breda Bars, een nieuw item bij ons op onstage. Hierin krijg je 1 minuut de tijd om iets te rappen, iets actueels of over jouzelf. Dit wordt ter plekke bij Breda nu opgenomen en vastgelegd, op een beat uit onze selectie naar keuze. Denk jij dat je dit aan kan? Mail ons dan naar onstage@bredanu.nl. En misschien zien wij jou de volgende keer bij Onstage. Dat was hem weer, het zit er weer op. De Spark bedankt, jullie bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag de volgende keer weer. Houdoe!
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Popcorner.